I'm glitching like a Ik zeg yo, vriendjes en vriendinnetjes. Welkom terug bij Daddy Cool. Ja, daar zijn we weer. Tweede video alweer. Zondag, let it snow. Ja, daar zijn we weer. We gaan weer Benny merchen. Alweer Benny merchen. Ja, zeker gaan we Benny merchen. Omdat dat gewoon de mooiste glitch is die er op dit moment is. We gaan Benny merchen. En je ziet, ik ben begonnen in de bunker. Ga altijd eerst naar de bunker voordat je gaat Benny merchen. En daarna gaan we naar de arena. Hey, deze glitch is een verzochte glitch. Deze hebben ze mij gevraagd om op te nemen. Er zijn er meerdere Benny merchers geweest. En dit is dan de full car-to-car Benny merch. En die was er ook al een keer met scuba tanks. Nou, als ik ergens een pleurus hekel aan heb, is het die glitch met die scuba tanks. Die ga ik ook echt nimmer nooit doen. Maar deze vond ik dan op zich dan wel weer grappig. We hebben een Fagio hier zo staan. Een Fagio in onze workshop. En we willen ook e-colas hebben. We willen vol zitten met colas. En het doet ook wat biertjes bij. Ah, en een sigaretje om het af te toppen, zeg ik. Ja, dat hebben we allemaal nodig. En dit is de setup. Zorg dat alle auto's die je wil beneficeren al in je arena staan. Want als we straks glitched out zijn, mag je niet meer de arena uit. Je mag wel swappen over de levels heen, maar niet meer de arena zelf uit. Oké, we zetten de Allergy. zo geweldig ben ik het. We zetten de Fagio hier in de workshop. En wat gaan we doen? We gaan drinken. We gaan drinken. En dan gaan we de blikjes, de lege blikjes, hier bij het achterwiel neerleggen. Let op, dat moet gebeuren. We gaan blikjes daar zo bij het achterwiel leggen. Dus daarom moet je die blikjes e-cola bij je hebben. Oké, we gaan tegen het achterwiel aanstaan. Aan deze kant van de Fagio. En dan gaan we naar inventory. En dan gaan we inventory gaan we naar de andere kant op. Snacks. Gaan we naar snacks. En dan gaan we e-colas drinken. En dan gaan we die drinken. En dan doen we een stuk of wat. En dat ze precies zo vallen dat ze bij het achterwiel liggen. Wat wil je doen? Je wil proberen een stapeltje, een pijl, wil je proberen te creëren hier bij het achterwiel van jouw Fagio. En drink een stuk of wat e-colas. En om het af te toppen leg ik er ook altijd nog eventjes een twee biertjes bij. Dat het gewoon even lekker vol ligt. Dus zo, dit is wel prima. Ligt een lekker stapeltje bij het achterwiel. Dan gaan we aan de andere kant van de Fagio staan. En wat we nu proberen te doen is, we willen de Fagio omduwen. Nu zeggen ze, dat moet je doen door een sigaretje te roken. En dan valt hij vanzelf om. Maar ja, roken schaadt de gezondheid, kijkertjes. Dus terwijl dat ik een sigaret pakte, was die al omgevallen. Dus dat hele roken is niet noodzakelijk. Nee, stoppen met roken. Niks onder de 18. We gaan niet roken. Een biertje, nou ja, dat mag dan nog net. Oké. Hey, de Fagio is omgevallen. En nu komt het, ja, dat is wel een beetje lastig. Maar op zich, het viel me nog mee. Ik had het veel lastiger verwacht. We gaan deze Fagio heel rustig naar de uitgang van de workshop duwen. Ik doe dit even versneld, maar het viel op zich nog mee hoor. Het was, wat zou ik erover gedaan hebben? 10 minuutjes of zo, voordat ik hem helemaal goed en wel daar had. En dit is de plek, zo wil je hem hebben. Je wilt het voorwiel aan de buitenkant van de workshop en de achterwiel aan de binnenkant van de workshop hebben. Zie je dat? Zo wil je je Fagio positioneren. En precies ook in het midden van de deuringang. En dit is wat je wil. Linksbovenin wil je de menu hebben dat je alleen op rechts kan klikken. Als je hem links en rechts kan klikken, is het niet goed. Hij moet alleen op rechts kunnen klikken. Stel dat je nu links en rechts ziet in het menu en je Fagio staat weer rechtop. Dan moet je doen wat ik nu ga doen. Nu gaan we de auto meenemen, de modshop in, waar we de upgrades op willen hebben. En deze zal zo dadelijk de modshop inrijden. Even kijken. Ja, we hebben linksboven de mogelijkheid om hem in de modshop te zetten. Dus we klikken op rechts. En dan gaat hij de modshop in. Maar wat dan gebeurt is wat je wil bereiken. Je wil dat hij de Fagio, hoppa, zo weer terug de modshop induwt. We willen zorgen dat we twee auto's op dit moment in onze modshop hebben. We doen exit vehicle en dan zijn we buiten. En dan gaan we naar de Fagio'tje toe. Kijk, Fagio staat hier. Dat ligt nu in de modshop. Nu wil je zorgen dat je de dubbele optie hebt. Dus als je er nu op gaat zitten, wil je zorgen dat je zowel de linker als de rechter optie hebt in je linksbovenin. Weet je wel, dat je hem kan doen return to storage. Dat is wat je wil bereiken. Oké, nou prima.
Nu gaan we weer die die Simeon job ding doen. Simeon of Gerald. Simeon of Gerald. Je mag ook Ron en Martin gebruiken, maar ik vind Simeon en Gerald vind ik eigenlijk wel de beste voor deze glitch. Dus nou, kijk maar eventjes. Vraag even een job aan bij die gasten. En dan komt die zo dadelijk in onze telefoon. En dan gaan we weer de job trick doen. Dan houden we dus die options button weer ingedrukt. En dan laten we hem los. En dan accepteren we tegelijkertijd de job. Dus dan gaat die options button los en job accepteren. Dan hoor je op de achtergrond een kleine pliep. En als je die pliep hebt gehoord, dan weet je dat het gelukt is. Wat gaan we nu doen? We gaan nu de options sluiten. En op links, linker pijltje van je controle klikken. Dus options sluiten. Dan op het linker pijltje van je controle klikken. Je zag een kleine sneak preview van de scooter. Dat die weer hier zo in storage staat. En hij heeft zelfs de kleur overgenomen van die red truck. Nah, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat helemaal niet om die Faggio. Het gaat erom dat we één auto in de modshop willen hebben. We willen één auto in de modshop hebben. En ten aller tijde zorgen dat we één auto in de modshop houden. Dus zolang er een auto in de modshop staat, kunnen we blijven beneficiëren. Yeah, en we hoeven ook niet meer dat gedoe met die Faggio te doen. Lekker, hè? Dat is ook klaar. Oké, wat gaan we nu doen? Nu gaan we de auto waar we de upgrades van af wil halen in de workshop zetten. De laatste auto die je in de workshop rijdt, dat is de auto waar de upgrades van af gaan. Dus die rijden we hier zo in de workshop. En dat wil nog wel eens met grof geweld gaan. Dat gebeurt dan op de achtergrond in je animatie. Dan klappen ze bovenop elkaar. Gelukkig vallen ze niet op hun kop. Anders moet je even de auto terug doen naar storage en dan rij je hem opnieuw de modshop in. Klapt hij er weer bovenop en dan valt hij misschien weer op zijn pootjes. Maar goed, dit is gelukt. Nu gaan we in de auto zitten waar we de upgrades op willen. We gaan weer de job trick doen. We houden option, we openen de job en we houden options ingedrukt. We laten options los en accepteren de job. Dus options los en job accepteren. Vervolgens sluiten we de options en klikken we op linker pijltje van je controle. Maar je ziet mij, ik doe het hier fout. Want wat deed ik? Ik klikte eerder op het pijltje links als dat ik de options had gesloten. Er is niet veel aan de hand, want je staat nu wel weer met je auto in de, in de storage. Maar dat maakt niet uit, want er staat nog steeds één auto in de workshop. Dus we kunnen deze gewoon weer terugrijden, de workshop in. En dat gaat dan weer natuurlijk met de nodige animatie. Dat is af en toe echt heel geweldig, jongens. Als je dat zit bovenop elkaar klappen. Nou, deze valt gewoon wel mee, jongens. Dat is toch wel aardig veel. Stappen uit het voertuig. Stappen uit dit voertuig. En we gaan nog een keertje, want dat is dus belangrijk, altijd in de auto zitten waar je de upgrades van afhaalt. Dus dit is de auto waar de upgrades van afkomen. We klikken op rechts, modify vehicle. Doen even repareren en we stappen weer uit. Dus je moet altijd in de mechanics menu hebben gezeten bij de auto waar de upgrades van afgaan. Dan gaan we weer in deze zitten. We doen weer dat trucje met die job. Dus we zetten de job klaar. Options, los en job accepteren. Dat is wat we doen. Nu hoorden we pliep op de achtergrond. We sluiten options. Dus options sluiten. Linkerpijltje. En dan zag je al een korte sneak preview van hoe het eruit komt te zien. De job die opent. We sluiten de job. En dit is hem. Ja, gasten. Dit is hem. Dit is jouw nieuwe gebenificeerde auto. En dit vind ik nou zo gaaf aan die glitches. Als je zo'n auto beneficeert, dan ziet hij er in één keer helemaal anders uit. En ik vind hem echt, nou ja, ik vind deze nu al helemaal spot-on fantastisch. Geweldig. We willen hem alleen nog even opslaan. Wat moet je dan doen? Eén dingetje aan de auto veranderen. Gewoon één dingetje aan de auto veranderen en dan is die gesaved. Ah, wat een toestand. Wat een gave glitch is dit, jongens. Hey, car-to-car. Full car-to-car Benny Muts. Er was iemand die zegt, Daddy, doe minder Benny glitches. Ben je niet goed of zo, gast? Mogol dat je er bent. Ik ga natuurlijk zeker nimmer nooit minder Benny glitches doen. Want ik vind het echt werkelijk de allermooiste glitch die er is. Echt serieus. En je hoeft mijn video's niet te kijken, hè. Dat is het grote voordeel. Je hoeft ze niet te kijken. Als je hem aantikt, dan doe je het zelf. Dus Oké, nou, hey, ik zal even de herhalingstappen met jullie doornemen. Er staat nog steeds een auto in de modshop. En we kunnen nu swappen over de levels heen. Dus selecteer een voertuig wat je wil swappen. En nu zie je ook dat de boel een beetje geglitst is. Er staat bij de Faggio staat Red Truck en bij de Red Truck staat Elky Retro Custom. Alles is dus gewisseld. Dus wissel nooit de auto uit de modshop, maar doe dus waarbij staat Red Truck. En die doe je dan vervolgens opgooien naar de andere level. Dus ik selecteer de Red Truck, waarbij staat Red Truck. Let op. Dus hier zo staat bij die Faggio staat Red Truck. En die selecteer ik naar een andere level. Eens even kijken welke auto's zullen we pakken.
Nou, laten we die eens even doen. Dan halen we die naar beneden en dan eens even kijken. Ja, kijk, staat die daar beneden. Maar die Vegio staat er ook nog. Ja, de hele zooi is geglitst. Maar waar het om gaat en wat er belangrijk is, je moet altijd één auto in de workshop houden. En dan kan je maar weer door. Dan kunnen we deze weer beneficiëren. Ah, lekker man, lekker man. Full car to car Benny Muts. Hier zo op zondag nog even bij Danny Cruz.